Hoi allemaal! Ik heb weer een shoplog voor jullie, want ik heb gisteren geshopt in Zaandam. En ik heb me echt schandalig laten gaan. Ik heb super veel gekocht. Het meeste bij de Primark, maar ik heb ook twee dingen bij de C&A gekocht en twee dingen bij de H&M. Dus ja, het wordt echt best wel een grote shoplog. Maar super leuke lente- en zomerdingen. Dus blijf kijken! Ik ga even beginnen met wat ik bij de Primark heb gekocht. En ik was op zoek naar een zomerjas, of eigenlijk ja, een lentejas. Omdat mijn winterjas soms een beetje te warm wordt, dan wil ik een dunnere jas aan. En ik heb twee hele leuke jassen gevonden. En dit is de eerste. Het is een donkerblauwe jas. Met echt een heel leuk printje erop, kijk maar. De achterkant ook. Zo. En hij heeft zulke mouwen met een knoopje. En hij heeft aan de onderkant een elastieke boord. Aan de achterkant. En van deze shoulder patches. En dus een kraagje. En hij is niet gevoerd. Maar hij is van een soort spijkerstof. En hij is dus op zich wel warm en ook wel winddicht voor de fiets. Maar hij is voor nu nog te koud. Maar als het buiten 15 graden is, kan je hem gewoon aan. En hij heeft knoopjes. Mooie bronskleurige knopen. Ik zal hem even aandoen. Zo, ik heb hem aan. Ik ga hem even goed voor de camera laten zien. Kijk. Hij heeft dus zulke knopen. En hij is vrij lang. Hij is tot net boven je billen. En hij is helemaal stretch, dus hij zit ook heel lekker. En hij is dus donkerblauw, maar omdat hier heel veel kleurtjes in zitten, is het wel leuk om te combineren met een felgekleurde sjaal. En zo heb ik bijvoorbeeld deze sjaal. Nou, die staat er heel leuk bij. Dit is gewoon een sjaal van de Zeeman. In een beetje koraalroze. Dat is ook een kleur die hierin voorkomt. Dus dat is heel erg mooi. En alle lente- en zomerjassen zijn nu afgeprijsd bij de Primark. Dus deze was nog maar 15 euro. Nou, dat vond ik niet duur. En dan heb ik nog een jas gekocht. Want ja, het was allemaal zo goedkoop en er waren zoveel leuke jassen. En dat is dan deze jas geworden. Dat is een beetje een camelkleurige jas. En die heeft een heel kort kraagje. Ook weer van een soort katoen. Ook deze was maar 15 euro nu. Hij was eerst 27 en nu afgeprijsd voor 15. Hij heeft ook van deze embleem op de schouder. En gewone mouwen. En dan heeft hij in het touw zo'n elastiek zitten. En de voorkant is zo, met een rits. Een goudkleurige rits. En hier is dus het koord dat je de taille kan aantrekken. En die ga ik ook even aantrekken. Zo, ik heb hem aan. En deze is ongeveer dezelfde lengte als die donkerblauwe jas. Dus iets boven de bil. Maar ja... Deze is ook hartstikke leuk voor de zomer. Dus ik heb nu twee zomerjassen. En wat ik verder nog gekocht heb, dat zijn een paar shirtjes en hemdjes. En ik begin even met deze. Die vind ik echt het allerleukst. Dat is een vrij wijd hemd. Kijk. Met een soort korreltje erin. En dit is het printje. Nou, echt super gaaf. Een soort Aztekenprintje. En ik hang even voor. Kijk. Het zit dan zo. En het is een vrij wijd hemd. En ook een lang hemd. Hij is echt tot over je kont. Maar ik vind hem gewoon echt super gaaf met dit. Deze hadden ze ook in het roze. Alleen dan vond ik het printje wat minder mooi. Want dan is dit een beetje pastelblauw. En ik vind het juist leuk dat het...
Ja, deze kleurcombinatie is, vind ik heel mooi erbij staan. En het is een soort tanktop. Aan de achterkant is hij zo. En hiervan heb ik ook de grootste maat genomen. Maat 20. En deze top was 8 euro. En dan heb ik nog in de afprijzing dit hemdje gekocht. En deze was nu maar 3 euro. Hij was eerst ook 8 euro. En nu dus maar 3. Ja, ik vind gewoon dit printje hartstikke leuk. En hij is wel vrij hoog gesloten. Dus hij zit echt, ja, zo. Je hebt zo'n randje. Maar ja, hartstikke leuk met een mooi vestje eroverheen. En dit is ook weer een heel lang hemdje en ook een wijd hemdje van heel slap wit spul. Heel lekker. Luchtig voor de lente en de zomer. Dan heb ik nog een t-shirt van de Beatles gekocht. Die vind ik ook echt heel erg cool. En mijn ouders waren erg fan van de Beatles. Dus ik ben wel opgegroeid met die liedjes. En daarom vind ik het juist wel leuk om zo'n statement te maken met zo'n shirtje. En verder is het eigenlijk een heel simpel shirtje. Gewoon korte mouwen. En ja, deze was 10 euro. Dat is wel iets duurder. Ze hebben bij de Primark natuurlijk altijd van dat soort shirtjes. Ze hebben ook van de Rolling Stones op dit moment en van Justin Bieber. Maar ja, de Beatles is wel iets bijzonders voor mij, dus vandaar. En de reden dat ik eigenlijk naar de Primark ging, dat is omdat ik een joggingbroek moest hebben. Nou, die heb ik ook gekocht. Niet van de joggingbroekafdeling, maar van de pyjama's. Maar die vond ik ook zo leuk, die wilde ik even laten zien. Kijk. Met love. Ja, dus een licht roze. En hij heeft ook zakjes aan de achterkant. Echt super cute. Ja, en deze zit ook echt super lekker. En de onderkant is zo. Hij heeft dus wel boorden. Ja, ze zijn gewoon echt zo zacht. En, ja, en lekker warm. Maar niet te warm. En dit is ook, even kijken hoor. Dit is dan een maat L. Bij de pyjama afdeling. En dat is ook een 20. Komt overeen met maat 48. En dan heb ik bij de Primark nog wat kleine dingetjes gekocht. Als eerste een pet. Ja, mensen die mij persoonlijk kennen weten dat ik best wel vaak petten draag. Ook voor op de fiets. Een pet of een muts. En voor de regen is dan een pet met zo'n klep helemaal handig. En deze is in een verwassen denim. Een soort gebleekt denim. Vond ik hartstikke leuk. Dat doe ik even op. Nou, dat vind ik een hartstikke leuk petje. En dit petje was 3 euro. Nou, niet duur. En dan heb ik nog nail wraps gekocht. Omdat ik natuurlijk ook helemaal fan ben van, ja, nagellak en nagelstickertjes. Heb ik 3 pakjes nail wraps. Deze. Roze met een luipaardprintje. En diezelfde, maar dan in het zilver. En deze met wit en zilver. En die zijn allemaal 1,50 per stuk. En dan heb ik ook nog een nail art setje. Met een witte en een zwarte nail art nagellak. En daar zitten ook nog van die kleine steentjes bij in het zilver. Maar ik kocht het voornamelijk voor, ja, die nail art pennetjes. En dit setje was 2,50. En nog een setje armbandjes. De eerste, dat is deze die ik om heb. Met een veertje en peace. En deze 3, die zijn met elastiek. En alleen dit witte bandje, dat heeft zo'n sluiting aan de achterkant. En dan kocht ik nog een armbandsetje. Deze. En deze hebben 2 ervan ook zo'n sluiting. En de andere die sluiten door middel van touwtjes. En allebei deze setjes waren 3 euro per stuk. En als laatste kocht ik nog sokken. Lentesokken in lentekleuren.
Want ik was wel toe aan wat nieuwe sokken. En dit hele pakketje was ook 3 euro. Er zitten 5 paar in. Katoenen sokjes. Het zijn enkelsokjes. En dat was alles wat ik bij de Primark heb gekocht. En dan heb ik nog bij de C&A deze trui die ik nu aan heb gekocht. Met een kroontje. Het is verder gewoon, ja, een normale trui. Hij is heel donker, grijs, groen. En wat ik wel een leuk detail vind, is van die elbow patches. In, ja, een beetje brons metallic. Zelfde kleur als dit printje. En dan zitten hier ook wat grote steentjes. Vond ik hartstikke leuk. En bij de C&A is nu in actie tweede product van de hele collectie voor de halve prijs. Dus daar kocht ik nog een groen shirtje bij. En dat is deze. Die vond ik ook heel erg leuk. Ik draag eigenlijk niet zo vaak groen. En al helemaal niet deze kleur. Maar ik vond deze echt zo mooi. Kijk, hij heeft dus een versierd werkje hier langs de hals. Met allemaal groene steentjes. En daar hou ik natuurlijk heel erg van. En totaal zo. En hij heeft ook, ja, wat wijde mouwen. Maar ik dacht nog, dit kan je ook gewoon oprollen. En dan is hij als een t-shirt, zeg maar. Of als je het laat, dan is het denk ik, als ik zo kijk, ja, 3/4 mouwen. En dit is een wat langer shirtje. En de onderkant is zo gerimpeld. Dus dan heeft het een beetje een pof effect. Maar de kleur is echt heel erg mooi. Ja, echt appeltjes groen. Ik weet niet of het goed overkomt op beeld, maar het is echt super mooi. En nou ja, deze trui was €19,95. En dit shirtje was, even kijken, €14,90. En nu dus voor de helft. Dus. En dan ben ik ook nog even naar de H&M geweest in Zaandam. En daar heb ik echt dit super gave neonroze shirtje gekocht. Het is echt heel erg fel. En hij heeft zo, kijk, dat is een doorzichtig werkje zit erin. En dan een baan weer gewoon en dan weer een werkje. En dan weer gewoon en dan weer een werkje. Ja, het is super mooi. Het is gewoon een t-shirt model met zulke mouwtjes. En dit vond ik echt, ja, een super leuk shirtje. En er hing er ook maar één in de winkel. Volgens mij is deze ook door iemand besteld bij de webshop. En heeft hij hem toen teruggebracht. Want er hing ook zo'n handgeschreven kaartje aan. Dus ik weet ook niet of ze hem in elke H&M hebben. Maar anders even op de webshop kijken. Want hij is maar €9,95. En het is zo'n leuk shirtje. In zo'n mooie felle roze kleur. En toen dacht ik, wat ga ik hier opdragen? Over colorblocking gesproken. En toen zag ik dit lichtgroene vestje. Ja, appeltjes groen. In de afprijzing nu. Dus hij was maar €7. En dat vond ik zo'n leuk vestje. Kijk. Hij heeft 3/4 mouwtjes. En hij heeft van die, ja, naadjes die zo dubbel geklapt zijn. Nou, hartstikke leuk. Dus met bronzen knoopjes. En dit vond ik echt heel erg leuk staan bij deze kleur. Dus dat is volgens mij een hartstikke goed setje. En dan op een lichte jeans of op een witte jeans. Nou, hartstikke leuk. Echt lente. Ja, een beetje nog in de paassfeer. Nou, dit was alles wat ik gekocht heb. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En laat me hieronder even weten wat je ervan vindt. Doeg!